Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Misschien zien jullie het al, dit is mijn Orbeez-bal. Ik heb jullie laatst laten zien hoe ik die kleine Orbeez-bolletjes in een ballon met water had gedaan. En dit is het resultaat, het heeft echt goed gewerkt. De Orbeez-parels die zijn echt groot geworden nu en het voelt echt goed aan. En kijk, het interessante is, er zit ook nog wat water in. Dat was bij de andere Orbeez-bal die we zelf gemaakt hadden niet het geval. En daardoor ziet het er eigenlijk een beetje anders uit. En als je er zo heen en weer in knijpt, dan zie je allemaal van die luchtbelletjes die alle kanten opgaan. Ik vind hem echt heel leuk. De kleur die ziet er ook goed uit. En ja, sommigen die vonden de ballon ook grappig. Het is eigenlijk gewoon een doorzichtige ballon. En ik heb een doorzichtige ballon genomen, omdat je dan beter de Orbeez-parels er doorheen kunt zien. Dit is dus een super makkelijke methode om een mooie antistressbal mee te maken. Het werkt in ieder geval ook heel goed. En je hebt hier eigenlijk alleen maar Orbeez voor nodig van die bolletjes. Die doe je dan in een ballon, dan doe je er wat water in en daarna laat je ze groeien. En het resultaat dat is hartstikke leuk. Jullie kunnen me in de reacties laten weten wat jullie vinden van deze antistressbal. Of jullie deze methode misschien na zouden maken, laat het maar weten. En verder, bekijk onze andere video's, abonneer op ons kanaal en tot de volgende keer. Doei!